We lezen nu de tekst op de Olijfberg, de zesde tekst van het derde boek van Alzo sprak Zarathustra. En ik heb in de inleiding van de vorige video's gezegd dat er vertakkingen mogelijk zijn, dat er bruggen te leggen zijn tussen enerzijds het verhaal van Jezus die in de tuin van Gethsemane bidt aan de voet van de Olijfberg. En ten tweede de tekst, de prachtige proloog van de vrolijke wetenschap waarin Nietzsche getuigt van zijn genezing. Van zijn onaangename wintergast die hij heeft overwonnen in de vrolijke wetenschap. Het is dus een boek dat geschreven is met een soort van lentebries, met een nieuw leven, met nieuwe mogelijkheden, met een nieuwe wind. En al die gegevens bij elkaar kan je natuurlijk gebruiken om de tekst op de Olijfberg uit de Zarathustra te lezen. En ik heb ook gezegd dat het een heel complexe, poëtische tekst is. En misschien een van de belangrijkste opmerkingen die ik kan maken in het begin, is dat er een verschil is met de vorige teksten, in die zin dat de tekst eindigt met zo zong Zarathustra. Dus in Zarathustra zijn er een aantal teksten die gezongen worden, liederen die Zarathustra zingt, en die dan binnen in die hele specifieke literaire vorm van Alzo sprak Zarathustra toch ook weer een heel specifieke plaats innemen. Dus het is ontzettend moeilijk en misschien zelfs niet wenselijk om de verschillende versen die in dat lied staan te proberen te verklaren. Ergens is er een bepaalde vorm van geloof op gehoor. Dus de poëzie heeft natuurlijk ook een functie om via het gehoor iets te doen voelen. En het is daarom niet wenselijk om alles te liggen verklaren tot in detail. En er zijn ook een heel deel versen in dat lied die voor mij persoonlijk nog zeer duister zijn, in de zin van dat ik niet direct weet wat hij daar exact mee wil zeggen. Maar dat moet ons niet tegenhouden om toch wel een aantal, laat ons zeggen, overkoepelende gedachten, grondgedachten te kunnen formuleren. En het lijkt mij zeer verstandig om dat in het begin van de tekst te doen, zodat we kunnen genieten toch van dat poëtische deel dat ik zal voorlezen en toch trachten voor te lezen, want zelfs in een Nederlandse vertaling is de tekst verre van evident. Dus het eerste punt dat ik naar voren wil schuiven is dat er een paradox aanwezig is in de tekst. Dus enerzijds is de gast, de wintergast die Zarathustra te gast heeft, is dat een onaangename en onbarmhartige gast. En je zou bijna kunnen zeggen dat daar al een paradox in zit, want iemand die te gast is bij je thuis, daar heb je toch een bepaalde sympathie voor. Hè? Want anders zou je gewoon zeggen, iemand is aanwezig in het huis, maar het is een gast. Dus het is iemand die je verwelkomt als gast bij je thuis. Maar tegelijkertijd is dat iemand die onaangenaam is en onbarmhartig is en die eigenlijk met zijn handdruk een bepaalde koude naar voren kan schuiven. Hè? Dus het is een onbarmhartige en een harde persoon die op bezoek is, maar het is wel degelijk een gast. Anderzijds zal het eerste vers al spreken van een vriendschappelijke handdruk. Dus die beide uitspraken zijn tegelijkertijd ook waar. En dat kadert natuurlijk in wat ik in de vorige video ook gezegd heb en wat in de inleiding tot de vrolijke wetenschap ook duidelijk wordt, is dat continu aanwezig zijn van enerzijds toch dat lijden, hè, dus dat die moeilijkheid van het leven, die, laat ons zeggen, die ongemakkelijkheden waar het leven mee gepaard gaat, en tegelijkertijd die overwinning. Dus dat rekent natuurlijk ook af met dat idee van geluk, dat geluk een soort van geluksbubbel zou zijn, waarin er geen problemen zijn, waarin er geen ongemakkelijkheden zijn. Misschien is geluk juist het incorporeren van die ongemakkelijkheden in het leven en dan effectief het leren aanvaarden van het feit dat het leven is wat het is. En dat is natuurlijk het project van Alzo sprak Zarathustra, maar dat is ook iets dat heel vaak aanwezig is in onder andere de visie van Dirk de Wachter op wat geluk is en op de reden waarom dat mensen toch struggelen met het geluk en met depressie en zo van die dingen, is omdat ze niet meer kunnen leren dat het leven meer dan dat is, dan die geluksbubbel, laat ons zeggen. Dus die paradox is ontzettend belangrijk om die mee te nemen en die vind je uiteraard in die evangelieverhalen ook terug. Als Jezus bidt aan de voet van de Olijfberg, is hij samen met zijn leerlingen, maar hij weet tegelijkertijd dat er verraad en waarschijnlijk ook een noodlot op komst is. En die beide worden geïncorporeerd in die tekst. Dus de mensenzoon zal moeten lijden, is een evangelietekst of een evangelievers dat heel bekend is, maar dat ook die paradox in zichzelf indraagt. Heel interessant is ook dat, en dat zal u in de tekst zelf ook kunnen lezen,
is dat op die olijfberg er bij Zarathustra ergens een zonnehoek is. Dus binnenin dat verhaal, waar toch wel een beproeving is, hè, van die onbarmhartige winter die op bezoek is, is er toch een zonnehoek. Dus opnieuw wordt er weer gespeeld met die paradox tussen iets dat moeilijk is en tegelijkertijd iets dat verrijkend is. Ik heb trouwens in de vorige video's er ook op gewezen dat telkens wanneer er een berg verschijnt in de Bijbel, dat er ook een transformatie, een transfiguratie is. En dat zal dus hier niet anders zijn. Hè? Dus wanneer Zarathustra de olijfberg zal betreden, is er eigenlijk een lied dat hij zingt. En dat lied zingt hij op het eerste gezicht zonder toehoorders. Dus je zou kunnen afvragen of die tekst een vorm van introspectie is. Ik bedoel, is dat iets dat Zarathustra met zichzelf in dialoog gaat? Hè? En als je dat dan plaatst in het bredere kader, dan herinnert u zich dat Zarathustra begonnen is op zee. Dan is hij naar het land gekomen om te kijken hoe de mensen eraan toe zijn. Nu gaat hij de olijfberg op, waar hij een lied zingt als soort van herbronning en introspectie. Maar we zullen zien in de volgende tekst gaat Zarathustra effectief de grote stad binnen. En hij ontmoet daar een schuimbekkende zot. En je zou kunnen zeggen dat is misschien diezelfde nar die ervoor gezorgd heeft dat de koortdanser in de proloog naar beneden is gestort. Dus je ziet, daar is zo een soort van, laten we zeggen, curve die continu verloopt in dat verhaal, die je ook terugvindt in de evangelie, diepe dalen, hoge toppen. En je zou kunnen zeggen dat dat de curve van het leven eigenlijk ook een stukje is. Dus ik stel voor dat we de tekst even gaan lezen. En inderdaad, je zal zien, het zal heel vaak gewoon een voorlezen zijn met relatief weinig commentaar, juist omdat het ook een gedicht is en dat er heel veel zaken zijn die je moet voelen. Hè. Dus misschien dat ik ook bepaalde delen niet ga lezen. Uiteindelijk, het is iets dat je ook zelf in de tekst zeer goed kunt bekijken. Laten we beginnen met Op de Olijfberg. De winter, een onaangename gast, zit bij mij thuis. Blauw zijn mijn handen van zijn vriendschappelijke handdruk. Ik eer hem, die onaangename gast, maar ik laat hem graag alleen zitten. Graag loop ik bij hem weg en als je goed loopt, ontloop je hem. Met warme voeten en warme gedachten loop ik daarheen waar de wind stilstaat, naar de zonhoek van mijn olijfberg. Daar lach ik om mijn strenge gast en ik waardeer hem zelfs omdat hij thuis de vliegen verjaagt en veel klein lawaai het zwijgen oplegt. Hij duldt het namelijk niet dat er een mug zoemt, laat staan twee. Zelfs de straat maakt hij eenzaam, zodat de maneschijn daar 's nachts bang is. Ik ga hier een aantal dingen toch wel even benadrukken. Dus de winter is een onaangename gast en tegelijkertijd heeft hij een vriendschappelijke handdruk. En dan zegt Zarathustra, ik eer hem, die onaangename gast, maar ik laat hem graag alleen zitten. Dat lijkt mij een zeer belangrijk zinnetje te zijn. Hè? Dus wanneer het gaat over geluk in het leven, dan wijzen verschillende bronnen erop dat geluk niet die geluksbubbel is, waarin niks verkeerd kan lopen, waar je volledig veilig bent, waar je volledig gevrijwaard bent van de ongemakkelijkheden van het leven, van de pijn, van het lijden. En dat geluk er ook een stukje in bestaat om die dingen een plaats te geven, om daar te leren mee om te gaan. Tegelijkertijd zegt dit niet dat je het lijden moet opzoeken en de ongemakkelijkheden moet opzoeken, dat het een soort van fetisj wordt, hè? En dat zegt deze zin ook, dus ik eer hem, omwille van het feit dat die onaangename gast is part of life. Hè? Dus je eert hem, maar tegelijkertijd laat ik hem graag alleen zitten. Dus ik zoek het niet op. Ik ben daar niet, ik ben daar niet mee aan het flirten. Hè? Dus Dirk de Wachter zal ook niet zeggen dat de onaangename dingen in het leven, de ongemakkelijkheden van het leven, de teleurstellingen, dat dat zaken zijn die je moet gaan opzoeken. Dat zegt hij niet. Hij zegt alleen, we moeten dat eigenlijk als een deel van het leven bekijken en het niet als een taboe wegcijferen. Hè? En dat is hetgeen dat er hier, die paradox, die toch wel in die tekst ook naar voren komt. Herinner je dat ik u gezegd heb dat op de Olijfberg er een zonneplek is en daar wordt naar verwezen de zonnehoek van mijn Olijfberg? En dat is een heel belangrijk gegeven.
Ieder mens heeft zijn eigen tuin van Gethsemane en zijn eigen olijfberg. Het is dus mijn olijfberg. Hè. Je zal daar zelf het hoofd moeten aanbieden, je zal daar zelf moeten opklimmen op die berg. Niemand kan dat in jouw plaats doen. En dat is ook een part of life en dikwijls ook een heel moeilijk gegeven in het leven. Je kan mensen hun ongemakkelijkheden niet zomaar overnemen in het leven. Vaak het er zijn voor iemand is eigenlijk hetgeen je kan doen, maar daar stopt het dan heel vaak ook. Hè. Nu, wat heel belangrijk is om ook te beseffen, is dat zowel Nietzsche als Zarathustra heel fijne humor hanteren. Dus wanneer hij daar zegt, van de winter duldt het niet, dat er een mug zoemt, laat staan twee. Zelfs de straat maakt hij eenzaam, hij verjaagt de vliegen thuis. Als je dat leest, daar zit een bepaalde vorm van humor in. En die strenge gast, die kan eigenlijk niks om zich heen verdragen. En je zou misschien als interpretatie naar voren kunnen schuiven dat het lijden dat je overkomt, ja, dat is iets dat recht naar jou gaat. Dus dat kan zelfs een vlieg in de buurt niet verdragen. Het is iets waar jij het hoofd moet aanbieden. De gast zal je, die strenge wintergast, is iemand die jij zal moeten entertainen. Jij zal de gastheer moeten zijn. Zelfs wanneer mensen u willen bijstaan, zal jij toch de gastheer moeten zijn. Dat is uiteraard een heel belangrijk gegeven als het gaat over de andere teksten. Denk aan de Bijbelverhalen. Jezus bidt in de tuin van Gethsemane. En ik heb u in die video erop gewezen dat eerst de leerlingen en groep achtergelaten worden. Enkel de zonen van Zebedeus en Petrus gaan mee, maar ook die worden achtergelaten. En uiteindelijk zal Jezus alleen bidden. Dus het is zijn tuin van Gethsemane, zijn olijfberg. Een onbarmhartige gast is hij, maar ik eer hem en anders dan de wekelingen bid ik niet tot de dikbuikige vuurafgod. Ja, wie is die dikbuikige vuurafgod? Daar kunnen verschillende hypotheses mogelijk zijn. Als je de dikbuikige god bekijkt, kan je dat eventueel verwijzen naar de dikbuikige Boeddha. En Nietzsche heeft een heel merkwaardige relatie met het boeddhisme. Dus als je de Vrolijke Wetenschap gaat lezen, dan is er een heel bekend aforisme waarin Nietzsche waarschuwt dat de schaduw van de overleden god, namelijk de schaduw van Boeddha, nog millennia lang op de grotswand zal te lezen zijn. En dus daar gebruikt hij specifiek de schaduw van Boeddha. En je kan inderdaad de vraag stellen, als de polemiek van Nietzsche gericht is naar de christelijke God, waarom zal dat aforisme, ik dacht dat het aforisme 109 is, in de Vrolijke Wetenschap, zo heel specifiek spreken over de schaduw van God. Hè? Het is aforisme 108. Hè? Ik lees het u even voor, aforisme 108, in het derde boek van de Vrolijke Wetenschap. Toen Boeddha dood was, vertoonde men nog eeuwenlang zijn schaduw in een grot, een enorme huiveringwekkende schaduw. God is dood, maar zoals de menselijke aard nu eenmaal is, zullen er misschien nog millennia lang grotten bestaan waarin men zijn schaduw vertoont. En wij moeten ook nog zijn schaduw overwinnen. Dus het interessante in dat aforisme 108 is dat het begint met Boeddha en dat nadien gezegd wordt, God is dood. Maar uiteraard is Boeddha en de christelijke God, dat zijn twee aparte goden, als je het zo moet bekijken. En het aforisme eindigt ook met te zeggen, wij moeten ook nog zijn schaduw overwinnen, net zoals dat jij de gastheer moet zijn voor die winter die bij jou op bezoek komt, dat Jezus degene gaat zijn die in het Hof van Olijven moet bidden, en dat Nietzsche degene is die viert in de Vrolijke Wetenschap dat de winter is overwonnen. En ik heb er juist ook gezegd dat Nietzsche een heel merkwaardige relatie heeft met dat boeddhisme. Want als je dan de Antichrist gaat lezen, en je gaat daar de mooie passages lezen over de verlosser, dan kan je inderdaad de vraag stellen of de verlosser die beschreven wordt in de Antichrist, of dat niet eerder verwijst naar Boeddha dan naar Jezus. Hè? Want er wordt in de Antichrist gespeeld met het evangelie. Er was maar één christen, dat was Jezus. Hè? Dat was maar dan tegelijkertijd, de verlosser, die heeft heel wat kenmerken die heel nauw aansluiten bij de manier waarop er over Boeddha gesproken wordt.
Dus er is weer zoiets heel paradoxaal, en dat is, je kan het trouwens ook zeggen over Jezus zelf, hè. Er zijn momenten dat Nietzsche heel hard is voor Jezus, de verlosser bijvoorbeeld, of Jezus die heeft niet echt geleefd. Op het ogenblik dat hij stierf, was hij eigenlijk nog maar rijp om te beginnen leven. Dat is trouwens de reden waarom dat Zarathustra aan zijn openbaar leven begint op de leeftijd waarop Jezus sterft. Maar dat is heel vaak met personen ook zo. Hè. Er zijn passages in het corpus van Nietzsche, waar Nietzsche bijvoorbeeld ontzettend veel lof heeft voor Socrates. Maar op andere plaatsen omschrijft hij hem als een lelijke filosoof, waar je eigenlijk totaal niks mee hebt, enzovoort, enzovoort. Dus dat is zoiets heel paradoxaal, dat heel typisch is bij Nietzsche. Dus misschien verwijst het naar Boeddha, maar... Ja, het kan zijn van niet. Nu, als het hier naar Boeddha zou verwijzen, dan denk ik dat het een hypothese is om te stellen dat de onbarmhartige gast die hij eert anders is dan de wekelingen die naar Boeddha bidden, om twee redenen. Ten eerste, ja, wordt er een associatie gelegd tussen enerzijds het boeddhisme en anderzijds het niets doen, het nihilisme. Hè. Dus er wordt heel in dat corpus van Nietzsche ook wel een, laat ons zeggen, een verband gelegd tussen religie en nihilisme, maar ook tussen boeddhisme en nihilisme. En het nihilisme is dan een toestand van stilstaan, een woestijnervaring waar er niks nieuws gebeurt, terwijl de nieuwe filosofen, dat zijn mensen die actie ondernemen. Dus de winter doet iets, en dat is op zich al belangrijk. De winter incorporeert dan veel meer dat krijgersideaal, terwijl dan die volgelingen die bidden en die hopen dat die dikbuikige Boeddha iets onderneemt, ja, die zitten in een nihilistisch discours. Hè. Die zijn eigenlijk volop in dat nihilisme begrepen. Dus hij zegt dat ook daarna, hè. Liever een beetje klappertanden dan afgoden aanbieden, dat wil mijn aard. Denk aan dat Bijbelvers waarin gezegd wordt van, ik spuw je niet uit omwille van het feit dat je warm of koud bent, sorry, maar eerder omdat je lauw bent. Dus je onderneemt tenminste iets. En vooral verafschuw ik al die vurige, dampende, bedompte vuurafgoden. Wie ik lief heb, heb ik 's winters meer lief dan 's zomers. Meer en scherper spot ik met mijn vijanden sinds de winter in mijn huis zit. Scherp inderdaad, ook als ik naar mijn bed kruip. Zelfs dan nog lacht het baldadig mijn weggekropen geluk. Zelfs dan nog lacht mijn leugendroom. Ik een kruiper. Ik heb nog nooit van mijn leven voor machtige gekropen. En als ik ooit loog, dan loog ik uit liefde. Daarom ben ik blij ook in mijn winterbed. Een eenvoudig bed warmt mij meer dan een rijk bed, want ik ben jaloers op mijn armoede. En in de winter is die mij het trouwst. Elke dag begin ik met iets boosaardigs. Ik bespot de winter met een koud bad, dan bromt mijn strenge huisvriend. Dus het is hier, dat is een heel poëtisch stuk en daar zitten wel een aantal ideeën in. En laat ons zeggen dat wat mij betreft het belangrijkste idee dat daarin zit, is iets wat ik er juist ook gezegd heb, is dat idee van het krijgersideaal, het ondernemen van iets, het overwinnen van iets, dat veel belangrijker is dan gewoon in dat nihilisme, laat ons zeggen, berusten. En dus, ik heb nog nooit gekropen voor iets, zegt Zarathustra. Ik heb mij dus nog nooit plat ter aarde laten vallen voor een afgod. Nu, dat is iets wat je, ja, laten we zeggen, toch ook weer in een groter verhaal moet plaatsen. Er zijn wel degelijk momenten in de Zarathustra dat Zarathustra letterlijk plat ter aarde wordt gedrukt omwille van de geest van de zwaarte. En dat is iets waar, ja, bij Nietzsche toch ook wel heel vaak wordt over nagedacht, in de zin van Nietzsche die in de afgrond wilde kijken, die zich heel stoer wilde opstellen, maar die dan tegelijkertijd ook diegene is die dan plat ter aarde gesmeten wordt en dat hij dus niet kan realiseren waar hij van droomt, hè, bij wijze van spreken. Denk aan die biografie van Nietzsche, De angstige adelaar, waarin gesteld wordt dat Nietzsche zelf een adelaar wou zijn, dat krijgersideaal wou incorporeren, maar dan eigenlijk heel vaak dat niet heeft kunnen waarmaken.
Dat is iets dat Nietzsche zelf ook in andere werken schrijft, dat hij zelf zichzelf omschrijft als decadent. Hè? Dat je zegt van, hij probeert die twee dingen ook wel met elkaar te vermoeden. Je bent niet altijd de held in het leven. Een eenvoudig bed warmt mij meer dan een rijk bed, want ik ben jaloers op mijn armoede en in de winter is die mij het trouwst. Dit kan je misschien proberen te begrijpen vanuit ook evangelieteksten, waarin gezegd wordt, zalig de armen. Dus dat wordt niet gezegd, als je arm bent, dat is fantastisch. Hè? Dus als je dus niks hebt om je primaire behoeften te voorzien, dat is geweldig. Dat zegt die tekst absoluut niet. Maar armoede verwijst dan hier naar een zuivere receptiviteit. Hè? Dus je bent in staat om je geest arm te maken, zodat er dingen kunnen binnenkomen. Hè? En dat is hetgeen hier ook een stuk gezegd wordt. Ik ben soms jaloers op die receptiviteit, zegt Zarathustra. Elke dag begin ik met iets boosaardigs. Ik bespot winter met een koud bad. Dan bromt mijn strenge huisvriend. Ook kittel ik hem graag met een waskaarsje in de hoop dat hij uiteindelijk de hemel vrijlaat uit de aschgrauwe schemering. Extra boosaardig ben ik namelijk in de ochtend. 'S morgens vroeg als de emmer bij de pomp rammelt en de paarden warm door de grijze straten hinneken. Ongeduldig wacht ik dan tot eindelijk de heldere hemel opengaat, de sneeuwbaardige winterhemel, de grijsaard, de witkop. De zwijgzame winterhemel, die vaak zelfs zijn zon verzwijgt. Dus Nietzsche gebruikt ook heel vaak het woord boosaardig. Hij noemt zijn filosofie ook heel vaak boosaardig. En dat is iets waar hij een beetje mee flirt. En ik heb er juist ook gezegd dat Nietzsche zich heel graag stoer voordoet. En dat je de vraag kan stellen, is hij dan effectief ook onbarmhartig en keihard en weet ik wat allemaal. Hè? Maar die boosaardigheid heeft vooral te maken met het feit dat hij dingen in vraag wil stellen en tegen heilige huisjes wil stampen. Hè? Dus hij is bereid om heel ver te gaan. Hij wil zelfs zichzelf in vraag stellen. Want in de Ecce Homo zegt hij bijvoorbeeld van, ja, als je mij wil volgen, moet je mij ook verlaten. Hè? Dus ik ben geen religiestichter. Ik ben iemand die je af en toe... Je moet niet opzij schuiven. Je moet het niet volledig eens zijn met mij. Je mag ook wel kritisch zijn, enzovoort. Dus die boosaardigheid betekent hij vooral zo... Ja, de karakter trekt om toch te durven dingen in vraag stellen die eigenlijk als een heilig huisje worden aanzien. Hè? Zoals Jonathan Sacks, Rabbi Jonathan Sacks, in een lezing ooit zei, I don't want you to agree with me, I want you to care for me. Dat is iets helemaal anders. Je moet durvende discussie aangaan en dan ga je inderdaad bepaalde vanzelfsprekendheden in vraag stellen. Ja? En dus, Zarathustra zegt hier ook, kijk, ik zou ontzettend graag hebben dat we die winter kunnen verjagen en dat we die aschgrauwe hemel kunnen opentrekken, zodanig dat de lente kan doorkomen. Maar tegelijkertijd is de winter een aangename, een gast, een vriendschappelijke handdruk heeft. Ja? Heb ik misschien van hem het lange, heldere zwijgen geleerd? Of heeft hij het van mij geleerd? Of hebben we het allebei zelf uitgevonden? De oorsprong van alle goede dingen is duizendvoudig. Alle goede, baldadige dingen springen van vreugde het bestaan in. Hoe zouden ze dat altijd maar eenmaal kunnen doen? Een goed, baldadig ding is ook het lange zwijgen. En net zoals de winterhemel kijken vanuit een helder, rondoogig gelaat. Net zoals hij je zon verzwijgen en je onbuigzame zonnewil. Voorwaar die kunst en die winterbaldadigheid heb ik goed geleerd. Dit is een heel belangrijk punt ook. Zarathustra vertelt hier eigenlijk dat mensen moeten leren zwijgen. Met andere woorden, er is gewoonweg een periode nodig waarin er niks gebeurt. Waarin je gewoon moet leven. Hè? En er zal een juiste tijd zijn om door te breken. Dat is een heel belangrijk gegeven in de Zarathustra wanneer het gaat over het uur, maar ook in de evangelies. Hè? Het uur is gekomen. Maar denk ook aan het boek Prediker, het oud-testamentische boek Prediker, waarin er gezegd wordt, er is een tijd voor komen, een tijd voor gaan, een tijd voor rouwen, een tijd voor verdriet, een tijd voor geluk, enzovoort. Er is dus een vastgestelde tijd. En Zarathustra zal ook op bepaalde momenten zijn dieren verwijten dat ze zwetsen.
Dat ze met andere woorden van alles liggen te vertellen en proberen te filosoferen enzovoort. Maar misschien is het de tijd niet om dat te doen. Misschien is het ook de gelegenheid niet. Misschien zijn het de omstandigheden niet om dat te doen. En moet je leren zwijgen. En de winter vraagt hij zich af, misschien heeft die winterperiode mij dat wel geleerd. En herinner u dat ik u een verband heb gelegd met de proloog van De Vrolijke Wetenschap, waarin Nietzsche ook spreekt dat er een moment geweest is van winter, dat die periode is doorgemaakt en dat nu de lente doorbreekt. Ja. Hij zegt dat hier ook, hè. Het is mijn dierbaarste boosaardigheid en kunst dat mijn zwijgen heeft geleerd zichzelf niet door zwijgen te verraden. Dat is een heel mooie zin. Het is mijn dierbaarste boosaardigheid en kunst dat mijn zwijgen heeft geleerd zichzelf niet door zwijgen te verraden. Dus boosaardigheid, heb ik er juist gezegd, dat kan je interpreteren als, laat ons zeggen, de drive die binnenin jezelf is om bepaalde dingen in vraag te stellen, heilige huisjes omver te werpen, nieuwe ideeën naar voren te schuiven, die soms dingen toch wel een beetje pijnlijk maken, bijvoorbeeld. Hè. Hij zegt dat ook, het is een kunst om dat te kunnen doen. En soms is het zwijgen belangrijk en leert dat u om niet te zwijgen op het ogenblik dat je moet spreken. Dus lees de zin nog één keer door. Hè. Het is mijn dierbaarste boosaardigheid en kunst dat mijn zwijgen heeft geleerd zichzelf niet door zwijgen te verraden. Dus door op bepaalde momenten te zwijgen, verraad je eigenlijk je project. Rammelend met woorden en dobbelstenen ben ik de plechtige bewakers te slim af. Aan al die strenge oppassers moet mijn wil en mijn doel ontsnappen. Dus hier kan je eventueel, ik weet niet of dat effectief zo is, een link leggen met dit zeer knappe aforisme over de gevangenisbewakers in Menselijk al te menselijk. Wat een van de eerste enseneringen van de dood van God is. Het verhaal waarbij dat gevangenen opgesloten zitten in een gevangenis en dat de bewakers blijken te overlijden. Hè, die zijn er niet meer. De gevangenispoorten staan open. Ja, en de gevangenen kunnen eventueel naar buiten. Maar ze, in het begin durven ze zelfs niet naar buiten te gaan. Hè. Dus de gevangenisbewaarder is er niet meer. En dus hier wordt er opnieuw gezegd, rammelend met woorden en dobbelstenen ben ik die plechtige bewakers af. Ik heb ze van mij af kunnen schudden. Maar de vraag is, zijn dat fundamentele ideeën die naar voren geschoven worden? Om te voorkomen dat iemand in mijn diepte en in mijn laatste wil kan kijken, daarom heb ik het lange heldere zwijgen uitgevonden. Dus het is een periode dat je soms moet zwijgen. Zwijgen is goud op dat moment. Ik heb menige verstandige gezien die zijn gezicht bedekte en zijn water troebel maakte, zodat niemand door hem heen en diep in hem kon kijken. Soms is het best dat je je kaarten op dit ogenblik nog niet laat zien. Hè? Maar juist naar hem kwamen de nog verstandiger wantrouwers en notenkrakers toe. Juist uit hem haalden zij zijn meest verborgen vis op. Nee, de helderen, de wakkeren, de doorzichtigen, dat zijn in mijn ogen de verstandigste zwijgers. Zij wie grond zo diep is, dat zelfs het helderste water die niet verraadt. Dus je zou kunnen zeggen dat er in deze tekst toch ook weer gezocht wordt naar, is er bijvoorbeeld een bepaald segment van het volk dat voorbestemd is om iets meer te doen? Om aan de grijze massa te ontsnappen, om misschien de wegbereider van de ubermensch te kunnen zijn. Dat is, misschien is dat weer het idee waarmee gespeeld wordt hier. En straks gaan we naar de grote stad. En de vraag is, zal Zarathustra daar leerlingen vinden? Want je herinnert u misschien dat op bepaalde momenten in de Zarathustra effectief op zoek gaat naar eventuele leerlingen. En we zullen zien, als we in het vierde boek terechtkomen, dat Zarathustra een aantal hogere mensen gaat verzamelen rond zich. De vraag is, is dat de oplossing? He, dat is de vraag. O zwijgende, sneeuwbaardige winterhemel, o rondogige witkop boven mij, o hemelsbeeld van mijn ziel en haar baldadigheid. En moet ik mij niet verbergen als iemand die goud heeft ingeslikt, om te voorkomen dat ze mijn ziel opensnijden?
En dat is een belangrijk gegeven. Als Zarathustra zich te vaak gaat blootstellen en te veel gaat blootstellen aan de cultuur, de nivellerende cultuur, de cultuur onder de stolp, gaat dat hem niet vernietigen van binnenin. En ik heb u al gezegd dat er een aantal momenten zijn dat Zarathustra zich terugtrekt in de grot en niet op dit ogenblik op de olijfberg, om toch een bepaalde vorm van herbronning te kunnen hebben. Dat blijkt echt noodzakelijk te zijn. Ja? Moet ik niet op stelten lopen, zodat ze mijn lange benen niet zien, al die afgunstige en in hun leed zwelgende die er om mij heen zijn? Dus herinner u in de vorige tekst dat er ook gezegd werd van ja, de mensen begrijpen eigenlijk niet waarom Zarathustra is wie hij is. En ze vinden het raar dat Zarathustra niet dezelfde levensstijl aanneemt. Maar tegelijkertijd zijn ze ook een beetje jaloers op het feit dat Zarathustra zich daar kan bovenstellen. Dus ze zijn jaloers langs de ene kant, maar anderzijds nestelen ze zich in dat nihilisme. Die rokerige, knusse, ongebruikte, groen en geel geworden zielen, hoe zou hun jaloezie mijn geluk kunnen verdragen? Daarom toon ik hun alleen het ijs en de winter op mijn toppen en niet dat mijn berg ook alle zonnegordels om zich heen slingert. Daar zit ook een beetje de idee in dat mensen die, laat ons zeggen, eruit springen in het leven, bepaalde dingen zich realiseren, dat die tegelijkertijd ook wel een heel zwaar parcours hebben moeten gaan doorwandelen. Hè. Dus Zarathustra toont hen het ijs op zijn vingers. Je zou kunnen zeggen, mensen die bijvoorbeeld iets bereiken, ik geef nu maar een sportprestatie of ook een intellectuele prestatie of wat dan ook, dat krijg je niet zomaar cadeau. Daar is een bepaalde prijs die je moet betalen. Ze horen alleen mijn winterstormen loeien en niet dat ik ook over warme zeeën vaar als hunkerende, zware, hete zuidenwinden. Ze hebben zelfs medelijden met mijn ongevallen en mijn toevallen, maar mijn woord luidt, laat het toeval tot mij komen, onschuldig is het als een kindeke. Misschien dat je u nog herinnert dat Zarathustra afrekent met die voorzienigheid, die goddelijke voorzienigheid die toegeschreven wordt aan de christelijke God, en het toeval omarmt. Hè. Hetgeen dat het leven, laten we zeggen, plotseling uit de hoek kan laten komen, dat omarmt hij een stuk en incorporeert hij in zijn denken. Hè. Hoe zouden ze mijn geluk kunnen verdragen als ik geen ongevallen en winternoden en ijsbeermutsen en sneeuwhemelmantels om mijn geluk legde? Dit zijn eigenlijk allemaal beelden die je kunt gebruiken. Je moet aanvoelen wat er hier gezegd wordt. Het is niet zo evident om dat allemaal te gaan verklaren en misschien ook niet wenselijk. Hè? Het gaat vooral over het idee dat het geluk dat Zarathustra nastreeft, dat is een bepaalde vorm van geluk die je niet kan losdenken van dat ijs, van die moeilijkheden, van die ongemakkelijkheden in het leven, die moeten overwonnen worden en die zich telkens opnieuw zullen aandienen. Als ik zelf geen medelijden had met hun medelijden, het medelijden van die afgunstige en in hun leed zwelgende. Als ik niet zelf voor hun ogen zuchtte en klappertandde en mij geduldig in hun medelijden liet wikkelen. Dit is de wijze baldadigheid en welwillendheid van mijn ziel, dat ze haar winter en haar vorststormen niet verbergt. Ze verbergt ook haar vorstbuilen niet. Met andere woorden, Zarathustra laat zien wat zijn littekens zijn. Voor de een is eenzaamheid de vlucht van de ziekte. Voor de ander is eenzaamheid het vluchten voor de ziekte. Ik heb al een paar keer op gewezen dat Nietzsche heel sterk flirt met de idee van de eenzaamheid. De eenzaamheid is eigenlijk een plaats waarin dat bepaalde filosofische ideeën kunnen ontwikkeld worden. Maar de eenzaamheid, daar betaal je natuurlijk ook een prijs voor. Als je kijkt naar het leven van Nietzsche zelf, Nietzsche heeft wel degelijk heel veel last gehad van het feit dat hij ook alleen was. Hè. Het was niet zo dat hij altijd elke dag oké was met het feit dat hij urenlang alleen in de bergen zou wandelen. Hij zoekt ook gezelschap op van mensen. Hij zoekt ook mensen op die met eenzelfde ideeën naar voren schuiven. Zo heeft hij geprobeerd om effectief een soort van triumviraat te stichten met onder andere Paul Rey en Lou Salomé. Maar hij zoekt dus mensen waar hij toch wel een bepaalde ja, geestesverwantschap mee kan opbouwen. Maar tegelijkertijd verwijst hij de christenen dat ze nooit echt eenzaam kunnen zijn, want God is er altijd bij. Hè? Misschien dat u zich herinnert dat in de proloog van de Vrolijke Wetenschap zegt Nietzsche dat op een heel bijna grappige manier. Ik lees het volgende. Hè?
Is het waar dat onze lieve Heer overal tegenwoordig is? Vroeg het kleine meisje aan haar moeder. Maar dat is toch niet netjes? Een wenk voor filosofen. Dus misschien moet je durven eenzaam zijn. En moet je alleen durven die winter tegemoet gaan. Laten ze mij maar horen klappertanden en zuchten van de winterkuil, al die arme, scheelogige schelmen om mij heen. Met dat gezucht en geklappertand ontvlucht ik zelfs hun verwarmde kamers. Laten ze maar medelijdend zuchten om mijn vorstbuilen. Hij vriest nog dood aan het ijs van de kennis, zo klagen zij. Intussen loop ik met warme voeten, heen en weer over mijn olijfberg. In de zonhoek van mijn olijfberg spot ik zingend met elk medelijden. Zo zong Zarathustra. Dus je ziet, het is een heel complexe en het is een heel poëtische tekst. En zoals ik in het begin van de tekst van de video gezegd heb, zijn er een aantal ideeën die je naar voren moet schuiven. En laten we zeggen dat de twee belangrijkste die ik naar voren wil schuiven is dat de olijfberg een plaats is waar een soort van bezinningsmoment is, zoals Jezus dat bij de tuin van Gethsemane heeft gedaan. En tegelijkertijd heb je zo de idee dat er toch momenten zijn van diepe dalen en hoge toppen, dat het leven meer is dan alleen maar die hoge toppen en dat die moeilijkheden, die teleurstellingen, dat ongeluk een stuk moet omarmd worden om het leven te kunnen leven zoals het is en om het huwelijk tussen Zarathustra en het leven mogelijk te maken. En in de volgende tekst wordt Zarathustra eigenlijk al heel zwaar op de proef gesteld wanneer hij naar de volgende stad gaat en daar terechtkomt of eigenlijk al geconfronteerd wordt met die schuimbekkende zot die eigenlijk vooral die nar is die in het begin het lot van de koorddanser heeft bezegeld.